Goedemorgen, fijn dat je weer luistert op dit kanaal. Eerbied voor onze ouderen. Er is een reden waarom wijsheid wordt geassocieerd met leeftijd. Volgens de traditie van ouderen, altijd de wijze mannen en vrouwen van samenlevingen geweest, de meest spirituele leiders gingen geruime tijd bij ze in de leer voordat ze zelf les gingen geven. In veel delen van de wereld worden ouderen geëerbiedwaardigd en gerespecteerd voor de wijsheid die ze via hun levenslessen hebben opgedaan. Ze worden gezien als een waardevolle bron van wijsheid en ze hebben een belangrijke rol te vervullen in het doorgeven van tradities en gebruiken. In veel gebieden op de wereld zijn verzorgingstehuizen van ouderen een zeldzaam verschijnsel. Het wordt als een eer en zegen beschouwd om die ouder te verzorgen. In andere culturen is het niet ongewoon dat er 3 of 4 generaties onder één dak wonen. Directe families bestaan uit kinderen, ouders, grootouders, overgrootouders en soms oud-tantes en oud-ooms. Een familie die uit meerdere generaties bestaat, komt iedereen ten goede. Er wordt goed voor zowel de jonge kinderen als voor de ouderen gezorgd en de oudere familieleden kunnen de familiehistorie doorgeven en als rolmodel fungeren voor de jongere leden van de familie. In de cultuur van de oorspronkelijke inwoners van Noord-Amerika worden de ouders gewaardeerd om een hechte relatie met de natuur en de spirituele wereld. Ze staan bekend als de hoeders van de wijsheid, die werken om de aarde te helen. Afrikaanse ouders, die als middelaars tussen de overleden voorouders en de levende familieleden optreden, worden gerespecteerd om hun levenservaring en wijsheid. Het eerbieden en respecteren van onze oudere familieleden is een effectieve manier om aan de samenleving te bouwen en om de gemeenschap te versterken. Het helpt je om elke fase in je leven te waarderen en het ouder worden in een positief licht te zien. Uiteindelijk hopen we dat wij zelf de mogelijkheid hebben om wijs te worden als we ouder worden. Bedankt voor het luisteren. Fijne dag alvast. Namaste.